Acht inbraken in anderhalve maand tijd. De Eindhovense wijk Het Hofke is een ongewilde hotspot voor inbrekers. De politie vermoedt dat het gaat om dezelfde dader of daders, omdat de werkwijze steeds dezelfde is. De inbrekers wisten namelijk telkens via de achteringang binnen te komen. brigadier Van Hoppen roept op Twitter bewoners van Het Hofke op om zich aan te melden voor een buurtpreventieteam... Volgens een politiewoordvoerder is in de naastgelegen wijk Koudehoven het aantal inbraken bijvoorbeeld sterk gedaald nadat buurtbewoners daar zelf zijn gaan surveilleren.